is allemaal weer op wat ik moet. Ik moet dat duren niet. Echt niet, joh. Dat begint niet aan. Goedkoop is hier niet. Nee. Ook deze booster kraakt trouwens best, hoor. Boom. Nou, ik kom de Kroonpassage uitgereden. Hier achter me is. Ja, gereden. En dan zie je dat. Ik had het al gehoord van Erwin. Maar wat het exact is, Joost mag het weten. Dat heel boom die staat achter het hout. Verscholen. Ja, ik weet het eventjes niet. Hoe en wat. We gaan even kijken. Goedemiddag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenbol. Het is vandaag alweer reeds dinsdag, de 28e van de 3e 2023, en we leven om de tijd van 12 uur 18, oftewel 18 minuten over 12. Ja, ik ga zo meteen met de hondjes eventjes een blokje om, want om 1 uur staat Erwin voor mijn neus, ja. En dan na die tijd, als hij weer geweest is in, ik wil de kamer even gezogen hebben. De vaat was er leegruimen en weer opnieuw vullen en aandoen. En ik wil even de stad in, ja, ook even lege flessen inleveren. En ja, eventjes door de stad heen en wat boodschappen doen. Ja, want ik heb lege flessen, dus... En dan neem ik jullie gewoon weer gezellig in mee. Dus dat komt helemaal goed. En ik heb hier twee hondjes om me heen. En die willen lekker even lopen. Dus dat gaan we gewoon zo doen. Enkel, ik ben boos op de dierenambulance personeel. Want die duif die is helemaal aangevreten. Die is nooit niet weggehaald. Nee. De natuur doet de rest wel. Nou, hallo. Kom op. Als je een telefoontje krijgt van de buurtpreventie, behoort het op te ruimen, vind ik. Maar ja, wie ben ik? Ik kan daar niet tegen. Je wilt zelf toch ook begraven worden of gecremeerd worden? Nou, en hun hebben ook een plekje speciaal daarvoor, is mij verteld. Nou, doe dat dan, weet je? En laat zo'n beetje niet leggen. Ik kan daar zo min tegen. Maar oké, ik ga lekker de hort op even en... Ik zie jullie later gewoon weer terug. Ik zou zeggen, tot dan. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben met iets moeilijks bezig voor mij, voor mijn emoties. Maar het is tevens ook heel erg mooi. En ik ben voor jullie aan het doen. En of ik het klaar krijg voor morgen 14:30, weet ik niet. Maar dan kan ik het gewoon allemaal opslaan en morgen nog zo weer verder gaan. Of wanneer ik er weer emotioneel er ook aan toe ben. Maar dan kijk ik gewoon weer tussendoor, want het wordt een vlog met alles door elkaar heen qua foto's en filmpjes. Dus het is niet alleen nog filmpjes, het zijn ook foto's. Maar het is me heel erg dierbaar, ja. Daar ben ik dus druk mee bezig. En het is een hoop uitgezoek ook van wat moet eerst of wat komt er nu. Maar het is wel heel bijzonder. Maar ik heb het nou net opgeslagen. Ik laat het zo staan. Ik ga er straks weer even mee verder. En hoe verder ik kom, des te beter het natuurlijk is. Maar ik wil ook eventjes de hart op. Voordat we slecht weer gaan krijgen. Want dat komt ook in aantocht. Maar ik wil eventjes sowieso naar de Vomar. Naar Big Bazaar weer. Ja, eventjes weer kijken hoe en wat. En we zien wel wat schip strandt. Die gaat sowieso weer mee, dus ja. We zullen het beleven, ja. Maar het is wel koud. Ik heb koude handen, ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Jullie gaan gewoon mee met de telefoon. En ik weet niet of ik aan vloggen toekom. Want mijn hoofd, dat staat nou momenteel ook daarbij. Dus ja.
I'm so sorry. Ik heb een koffie al op, ja. Mooi, dan neem ik nog even een lekker eitje. Maar ik moet sowieso ook naar de Vibra, want ik heb geen pintjes meer. Ja, een stukken. Ik heb er wel een legging eroverheen. Dus ja, niemand die het ziet. Maar het voelt niet lekker, want af en toe voel je een ladder verder knapper. Nou, dat vind ik niet een fijn gevoel, nee. Dus even weer een aantal nieuwe halen. En ik wil eigenlijk eerst kijken bij Big Besardenaar. Ja, en kijken of ze daar ook nog een warmere panty hebben. Wat meer mayo-achtig. Ja. Tenminste, qua dikte. Niet dat het gebreid is zoals vroeger dat we mayo's droegen. Nee, dat zit toch voor geen meter. Nee. Maar in ieder geval, dat ga ik even bekijken. Dus dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, ik zie jullie gewoon straks wel weer. Ja, is het niet in de stad, dan is het wel weer hier thuis. Ja, dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Doei! Nou, jullie zien het wel weer. Ja, ik ben weer bij de Big Bazaar. En ik heb de tas met lege flessen vergeten. Maar in het mandje ligt wel al panties en een nieuwe legging. En ik heb hier op de vloer voor de meiden wat staan. Dus dat komt helemaal wel weer goed. Dan moet ik me de booster weer aandoen. En dus ja, naar de vormer, dat gaat het hem niet lukken. Nee, want ik heb mijn tas nou niet bij me. En dus ja, niet zo fijn. Ja, wel mijn schoudertas en mijn geld natuurlijk. Maar mijn boodschappentas niet. Nee. Nou, gaan we weer even een rondje van de zaak doen. Want ja, ik moet nog wat halen en dat ligt aan de andere kant. Ik had het al gevonden hoor, schat. Vlaggetjes. Ja, ik moet nog even toiletpapier hebben. Ja. Huppada. Dan moet ik die kant weer op. Zo. Ja. Kijken waar dat ligt. O jee. Allemaal, dat is allemaal weer op wat ik moet. Ik moet dat duren niet. Echt niet hoor. Dat begin ik niet aan. Goedkoper zie je het niet. Nee. Ook deze booster kraakt trouwens best hoor. Boe. Nou. Dan moet ik even daar kijken, ja. Hier nog eens weer eens kijken. Ik weet niet meer wat ik zei, wat ik wou hebben. Een kalkreiniger. Ja, ik had boven schimmel, maar geen kalk. Ja, dat ik beneden weer wil. Ja. Kijk, oven barbecue. Mijn oven moet nodig schoongemaakt worden. Ik heb de kracht er niet voor. Om dat zo te moeten doen. Oven grill en barbecue. Zal ik hem meenemen? Niet geschoten is op tijd mis. Ja. 2,39. Ja, ook maar in het mandje. Heb het al. Oh, het is zo koud. Bagger koud. Ah, dat zijn plumo's. Alsof dat wat helpt, plumo's. Hm.
Oh ja, dat was bij de HEMA. Nou, daar moet ik toch ook nog even naartoe. Is ook zo. Kijk. Dan ben ik regelrecht hier naartoe gereden, hè. Nou, en ik weet niet of deze dame erop wil. Ik ben een vlogger. Oh. Er zijn al twee collega's erop, hoor. Oh, nee hoor, ik niet. Ik kan niet vechten. Oké. Nou ja, lieve vriend, ik sluit dan even af. En ja, ik moet ook nog even een tas erbij hebben. Ik heb alleen nog papieren tasjes. Big Bazaar tas, zei je ook. Wil je die zo groot? Ja. Dus, maar in ieder geval, ja, dit is bij de kassa dus, ja. Dus ik sluit even af. Tot later! Nou, ik kom de Kroonpassage uitgereden. Hier achter me is... Ja, gereden. En dan zie je dat. Ik had het al gehoord van Erwin, maar wat het exact is, Joost mag het weten. Dat heel boom die staat achter het hout, verscholen. Ja, ik weet het. Eventjes niet hoe en wat. We gaan even kijken. Ja, ik ben wel even nieuwsgierig en het regent ook al. Dus ja, ik ben even zonder handschoenen. Dus we krijgen het hele roetje koud. Hoi! Ik wil dat even weten wat er toch aan het handje is hier. Nou, ik snap er niks van. Twee keer niks. Echt niet. Waarom dat zo is? Tot aan het restaurant en toe. Ingang om de hoek. Waarom? Joost mag het weten. Het is hier een heel plein hierachter, hè? Ja. Dus begrijpen doe ik het niet. Nee, ik begrijp er geen snars van. Nou, het zal. Reken niet te weten, nee. Ik weet het echt niet. Nou, dan gaan we hier maar weer in. Oh, het is het koud. Ik ga hier even parkeren wat niet mag. En ik doe even mijn booster weer uit. En ik ruim jullie weer even op. Maar dat houden we even wel in de gaten. Ja, nou, ik zou zeggen lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ik redde het niet hoor, om andere dingen te doen. Nou koop ik bewust een tas bij Big Bazaar, zodat ik alsnog boodschappen kon doen. Kom op bij een rood streepje thuis. Wat heb ik gedaan? Naar Big Bazaar. Van Big Bazaar even naar de Beatrixstraat. Door de Kroonpassage, dus de kortste weg. En voilà! Ben je rood streepje thuiskomen? Bizar. Ja, het is ook bagger koud hoor. Echt, het is bagger koud. Maar in ieder geval, één nieuwe tas. Voilà. Dan zit daarin. Van 20 denner. Twee keer panties. Ja. Kleur mouse. Ja, bruin dus. Huidskleur. Ik had niet zwart gehad, maar... die waren ik op maar in 20 dinner. Ja. Dan heb ik een leuke nieuwe legging gekocht met blommetjes. Ja. En dan voor de meiden. Dat had ik jullie ook al laten zien. Die bak. Ja.
Nou, er zit van alles en nog wat in. Konijntjes, schildpadjes, botjes, rondjes, vogeltjes zit erin. En dus. Nou, en Kandolf die had ik naar buiten gelaten, maar die wil er alsnog wel de weer in. Dus ja, laten we die er maar weer in, hè. Ja, laten we die er maar weer in. Mag ik er even bij? Jodokus, Trien, hola. Moet je er nog toch maar weer in? Kom dan. Snoepie. Ja, Snoepie. Mooi. Ja, denk je dat nou werkelijk? Ja, je wilt naar buiten, maar je blijft op de vensterbank staan. Dan ga je er heel even af en je komt weer terug en wat moet je nou? Ja, wat moet je dan? Ja? Oh ja? Oh, is het zo? Maar nee, het is koud. Het is baggerkoud. Ja, het is gemeen koud. Echt gemeen koud. Zelfs vrouwtje de handen doen nu nog zeer. Ik ben alweer een paar minuten thuis hoor. Ik heb, hoe heet het, al naar de wc en al geweest. Maar ja, jij wilt weer snoepjes? Nou, dan ga je snoepjes krijgen. Ja, ho, voilà. Ja, ik kan niet heksen. Dat gaat het hem niet worden. Ja, je krijgt, lieve schat. Kan niet harder. Ja, je krijgt, schatje. Ja, de ene zit te eten, de ander die vraagt om snoepjes. Oh. Ja, nou kom dan. Oeh. Dat is lekker, hè. Ja, jij vindt het ook lekker, meid. Lekker eten. En Rijka, die deugt niet, die had ook een kopje gekregen. Dat ligt er nog, dus die is niet in orde. Ja, ze nam hem aan met moeite en pijn. Maar soms wil ze ook hebben dat ik het in kleine stukjes breek. Voordat ze pas op gaat eten. Ben je nou echt niet, kind? Nee, ben je niet in orde? Nee. Hoeft ook niet. Nee, je hoeft toch niet. Je hebt ook niet. Ik heb ook niet altijd zin in iets, hoor. Ja, toch wel? Nee? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Nee? Die is helemaal happy, denk ik. Anders had je het erop gegeten. Hier, nu moet je zuchten. Oh, gosje. Zo'n diepe zucht, hè. Ja. Oh, gosje. Lekker ding. Nee, ik ben lief. Ik ben lief, hoor. Ja, je bent mijn meisje, hè. Ja. Oh, zo lekker. Hoopie. Daar heb je ook een hoopie. Tuurlijk ben jij ook een hoopie. Hé, jullie zijn allemaal hoopies van me. Ja. Maar oké, ik ga mijn koffie halen en ik ga weer aan het werk. Kijk. Want dat het toch lekker is, kind. Nee, toch niet? Nou, mal kindje. Je bent een mal kindje. Ja, je bent een mal kindje. Je bent een mal kindje. Je bent niet echt in orde, denk ik.
Nou, maakt ook niet uit. We houden jullie op de hoogte, lieve vrienden, van het reilen en zeilen van onze Rijka. Oei, oei, oei. Nee, dat is en blijft van Rijka, dat weet je. Ja, dat weet jij. Dat is en blijft van Rijka. En jij? Jij kent de pot op, want het is rot weer, het is slecht weer, het regent, het is koud. Het is baat, het is vies, het is nat. Ja. Dus. Maar oké, okay, ja, die gaat er ook weer zitten van, oh, je krijgt nog meer lekkers. Nee, je krijgt niet meer lekkers, je zit net een koekje gehad. Is dat niet genoeg? Is dat niet genoeg? Moet je kop ook zien, hè? Ja, dat is meer dan zat. Later op de dag weer, hoor. Ik weet niet eens hoe laat dat is met me later op de dag. Eens even koeken. Nou, het is 16:42. Dus, ja, net half vijf geweest. Dus je bekijkt het maar. We hebben ook nog een avond, weet je nog? En je hebt net zitten te bunkeren aan je eten. Dus toedidoki. Doei! Ja. Nou, oké, okay, lieve vrienden, geniet ze en smakelijk eten en bon appétit. Nou, lieve vrienden, ik ben al heel eind verder gekomen met die ene speciale vlog. Maar hij is nog niet klaar, dus ik sla hem straks even heel goed op. En daarna begin ik aan de vlog van morgen. Ja, en de televisie heb ik al aan. Maar ik heb ook eten in de magnetron staan. Even opwarmen en dan kan ik lekker aan de stampot zuurkool met een worstje in spekkie. Zeer lekker. Ben ik wel aan toe. Even lekker warm eten. Dus het komt helemaal goed. Wat Rijka mankeert, ik weet het niet. Ik ben het ook daarover. Ja, ze wil niks. Ze wil niet de koekie, ze wil niks. Ja, de oortjes die flapperen wel als de koekie hoort of snoepie. Ja, nou wil ze wel. Maar ze had een koekje gekregen. En dat koekje heeft de Elving maar op een gegeven moment op mogen eten van mij. Want die liet het liggen. Ja, gek meisje. We gaan niet aan die handdoek zitten te eten, hè? Dat doen we niet, want dat mag niet. Ja, daar is die niet voor. Ja, ze was even buiten, maar ze kwam gelijk drijven naar binnen. Ik denk, nou, hup, even die handen om erheen. Maar yes. Mag niet, hè? Nee, daar is hij niet voor. Hij gaat zo meteen weer op de kachel. Ja. Ja, echt waar. Dus ja, lekker eten. Nou, dan gaan we morgen ook even met de keuken aan de gang. Want daar is er ook één dikke puinhoop. Ja. En het staat ook allemaal uit elkaar. Op het achterste na, maar ja, dat moet allemaal eventjes weer netjes en dat gaat in de vaatwas. Maar ook de vaatwas, ja, er staat nog het een en het ander in. Dat is schoon. En het bakje draait lekker rond. Ja, en die is bijna klaar. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond en tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer eens bijeen om te vertellen dat wij gaan lopen. Hè? Alle drie gaan we lopen. Ja. En om dan weer terug te komen. En dan naar bed toe te lopen, hè? Ja, ook dat moet gelopen worden. We gaan eerst naar buiten lopen. En als we dan terugkomen, krijgen we weer wat lekkers. En daarna gaan we naar bed lopen. Ja. Hier? Dus eerst naar buiten. Dan wat lekkers. En dan naar boven. Dus ja, lieve vrienden. Met andere woorden, wij gaan dus de dag sluiten. En ja, we wensen jullie natuurlijk alle goed voor de nacht. Dames, rustig. Dus de buurman wakker. We wensen jullie alle goed voor de nacht. En ik zou zeggen, slaap lekker zacht. Graag tot morgen. En ja. Morgen gewoon weer een nieuwe dag. Dus we zien wat die dag ons brengen gaat. Ik zal het niet weten. Nee. En ja, we gaan er gewoon weer voor. Ik zou zeggen,
geniet van alles. Met wat jullie nu nog doen als jullie nog niet naar bed toe gaan. Maar gaan jullie wel naar bed. Wel rusten, slaap lekker en graag tot aan de andere kant van de nacht.